Oké, zo erop zegt. En welkom weer terug bij New York Miracle Assassin's Creed Brotherhood. Vandaag gaan we weer een aantal. We gaan vandaag weer verder met onze tour. En ik weet niet wat we vandaag gaan doen precies. We gaan vandaag volgens mij een aantal zijmissies doen. Tenminste, volgens mij staat dat op de termijn, jongens. Allereerst gaan we natuurlijk een IO, de IO's managen. En ik moet ook even melden dat het vroeg op de ochtend is. Dus het kan zijn dat ik niet nog helemaal enthousiast ben. Maar dan ligt het daar even aan. Van een spion aan. Goed zo. Al een edelaan. Goed zo. Niveau 8, niveau 9. Klap in het gezicht. Geslaagd. Die kan assassin worden, die kan assassin worden. Gaat goed. Gaat goed. Hun kunnen allemaal assassins worden. Mooi. Jij krijgt jouw ding. En jij krijgt dit ding van mij. Gefeliciteerd. En nu eventjes. Dus in plaats van verder met de tour. Nu gewoon. Nu gewoon eventjes niet hierop klikken. Maar gaan naar het. Hoe heet dat? Gebouw. Mijn schuilplaats. Ja. We gaan even naar mijn schuilplaats. En hoe gaan we dat doen? Dat denk ik dat we dat gaan doen met de snelreispunt. En die zit daar. Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar naartoe. Gaan we snel reizen. Gaan we die assassin eventjes een diploma geven. Van het goede assassin zijn gebeuren. En dan, dan is die assassin. Wat hij ermee gaat doen, geen enkel idee. Zolang hij de tempeliers meteen gehouden, dan is het voor mij al goed zo. Daar is hij voor opgeleid, dus dat, als hij dat doet, dan is het goed. Dan is het goed. In ieder geval. En je zou me ook trouwens kunnen helpen met Italië. Met Rome veroveren. Van de slechte mensen. Nou ja, slechte mensen. Wat is slecht? Ik weet niet. Ik weet niet. Dit zijn geen slechte mensen namelijk die hier op straat lopen. Dit zijn gewoon stadbewoners. Nou ja, maakt op zich ook niet heel veel uit. Ik ben ook echt goed bezig, want ik loop 160 meter de verkeerde kant op. Goed bezig. Ach, het is ochtend. Kijk, jongens, dit bedoel ik nou maar niet. Ja, tuurlijk, ik leg zo'n ding naar beneden. Kijk, dit bedoel ik nou met ochtend, dat ik niet echt helemaal enthousiast ben. En dat ik niet helemaal goed oplet, want ik had serieus niet opgelet welke kant het op was. Ik dacht van, oh leuk, die kant op. Nee. 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 Tuurlijk loop ik weer altijd de verkeerde kant op. Zou het eens een keertje goed gaan? Nou, wacht even. Een aantal dagen terug. Nou ja, of was het gisteren, ik weet het niet meer. Toen ging het echt wel goed. Maar echt een heel goede dag. Een dag wat alles mee zat. Was dat. Dat is ook heel zeldzaam, een dag dat alles mee zit. Het zit meestal tegen dan dat het echt mee zit. En waar komt dat door? Door mij en Netsio en Paartje en de Tempeliers en ja. Door al die dingen. Oké, okay, in ieder geval, wij gaan daar naartoe en dan gaan we zo snel mogelijk naar de schuilplaats. En dat is, waar is dat? Dat is niet daar. Ik let echt totaal niet op, hè. Helemaal bovenaan. Ik zit al naar beneden te scrollen. Provoceren. Je lukt tijdens een gevecht op E om je tegenstander te provoceren. Leuk. Gebruik ik nooit, maar wel leuk. Kunnen wij nu die assassins opleiden? Alsjeblieft, dankjewel. Waar kan ik assassins opleiden? De assassins zijn ook echt hier, dat is leuk. Dat is leuk. Waar kan ik waar is de ceremoniehal? Hallo, ik ben hier voor de ceremonie. Ik heb niet veel tijd, dus schiet even op met de ceremonie. Is het hier? Ja, volgens mij is dit wel de plek. Kom op, ik moet mensen een diploma uitreiken. Game, alsjeblieft. Ik wil graag mensen een diploma geven. Maar zo snel mogelijk verder. Met de tour. Weet je, ik denk we lopen even naar buiten. En dan lopen we even weer naar binnen. Misschien moeten we via die deuren naar binnen lopen. Eén van je knoepen is klaar. Nee joh. Had ik ook echt niet door. Daarom ben ik ook echt niet hier. En nu gaan we wat doen. Yep.
Leyes, Ewakan Mortlak, Elkulun Mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. Nou, die is assassin. Maar is het dan nog een ceremonie? Want ik bedoel, we hebben nu maar één gozer diploma aangegeven. En dan waren er twee die geslaagd waren. Nou ja, geslaagd. Die op het niveau waren om een diploma te krijgen. Ook al is het niet echt een diploma, het is meer een... Nou ja, maakt op zich niet heel erg uit. Ja, ze zijn alle twee. Oké. Die andere durft er niet op de komende dagen. Kan ook. Of die andere was er wel, maar heel sneaky. Kijk, dat was echt een assassin. Maar oké, ik moet eventjes... We gaan nu eventjes die mensen weer wegsturen. Want ik vind het heel mooi. Maar dat betekent niet dat jullie allemaal een keertje thuis mogen blijven. Heeft een dodensprong gemaakt. Gefeliciteerd, Primo Penna. En gefeliciteerd, Carlotta Cassi. Oké, en nu gaan we jullie dus weer eventjes wegsturen. Ik zoek eventjes eigenlijk iets met 5. Waar zijn de 5? Heel erg lastig. Deze. Goed zo. Deze sturen we daar naartoe. Deze sturen we daar naartoe. En deze. Oké, nu moet die andere dus nog. Dan zoek ik dus weer eentje met 5. Deze. En ik denk dat we jou er naartoe gaan sturen. Jou. Jou. En jou. En dan hebben we iedereen weggestuurd. Volgens mij. Even nachecken. Yep. Iedereen is weggestuurd. Mooi. Oké, en nu kunnen we dus eindelijk verder met onze tour. En waar gaat onze tour ons vandaag naartoe brengen? Dat is... Nou, een dievenmissie. Deze, denk ik. Ja, nou ja, gewoon een dievenmissie lijkt me wel leuk. En dan gaan we ook snel reizen. Andere deur. Gaan we ook snel reizen. Want dat is sneller. Daarom ook de term snel reizen. Klinkt logisch. Het is ook logisch. Nou, even snel reizen. Even kijken. Dat punt daar rechtsboven. Dat is... Waarom kan ik niet naar dat punt daar rechtsboven? Nou, dan ga je daar maar naartoe. Als jij dat zo leuk vindt. Krijgen we weer het tip van de dag. Of de tweede tip van de dag. Hoe je het ook wil noemen. Het is gewoon een tip. De tip is beroven. Nee, joh. Wist ik echt niet. Hebben ze ook niet geleerd mij in het vorige deel van Assassin's Creed? In Assassin's Creed 2 heb je dat ook echt niet moeten leren. Nooit. Tuurlijk had ik dat ding daar moeten leren. Oké, nou in ieder geval. Oeh, een mooie parachute. Deze wordt. Dit wordt leuk voor de parachute. Oké, parachute time. Joehoe. Druk op P voor een moord uit de lucht. Nou weet je, dat hoeft voor mij niet echt. Ik bedoel, dan maak ik alleen maar problemen. Hey, hallo paardje. Ik wist niet dat jij hier was. Iemand van mijn paardje stelen en Estio heeft hem weer kunnen veroveren. Kijk. Echt team Petio dit. Estio en paardje natuurlijk. Oké, in ieder geval. Wij gaan eventjes snel naar de dievenmissie toe. Hoe vaak hebben mensen nu al niet geprobeerd om mijn paard te stelen? En hoe vaak is dat hun niet gelukt omdat paardje zelf ontsnapt of dat ik hem, of dat ik paardje afpak. Leer eens gewoon een kindje van mijn paard af te blijven. Jullie kunnen een eigen paard kopen. Er zijn stallen genoeg hier. Neem een paard mee. Je hoeft hem voor mij niet eens te betalen. Neem gewoon mee. En ja. Veel plezier ermee. Oké, nou waar is die dief? Die dief is niet hier, die is op het andere dak. Waar sta jij nou weer? Oh, jij staat daar. Nou, praten. Wat is er, gozer? Ezio Auditore. I expected a younger man. How could someone of your years be as swift as they claim? Prove it! Ik voel een race aankomen.
jong van geest. Versla de uitdaging in de race, zie je. Leg de route af binnen 60 seconden. Ik kan niks beloven. 60 seconden is namelijk wel erg kort. Voor een route die je niet kent. We gaan hem sowieso winnen. Maar binnen 60 seconden, dat kan ik niet beloven. Eén. En go. Oké, daar gaan we. Dat is niet echt de bedoeling. Hoeveel moeten we bereiken? 7. God, ik ken die halve route niet eens. Dit doen op de ochtend is erg vervelend voor mij. Gewoon puur omdat ik niet zo goed oplet. Naar rechts. Nee, naar voren. Waar moet ik naartoe? Gewoon deze kant op, denk ik. Gewoon lopen ergens naartoe en dan komt het vanzelf alweer goed. Mis. Oh, daar moeten we naartoe. Oké, nog 5 in 50 seconden. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Gaat het ook lukken? We shall see. Zullen we zien? Stop eens eventjes, meneer. Met mij heel vervelend te proberen van het dak af te schieten. Dat is toch niet eerlijk? Ik lekker racen en jullie mij van het dak proberen af te schieten. Dat is totaal niet eerlijk. Maar ja, wat is hier op überhaupt eerlijk aan? Niks is eerlijk hier. God, het is ook echt hierboven. Nee, deze gaan we niet halen. Deze gaan we niet halen. Gewoon simpelweg omdat ik iets te veel fouten maak. Nou, wacht even. Het kan nog. Als Ezio niet dat doet. Dan kon het nog. 8 secondes. Zal ik het erop wagen? Het wordt toch niet, maar... 4 secondes, 3 secondes, nop. Als Ezio niet naar beneden was gesprongen, dan hadden we zeker wel gewonnen. Nou, opnieuw. Het scheelt ook echt 2 meter. In de hoogte. Niet in de lengte, maar gewoon in de hoogte. Nog 2 meter omhoog en ik was er. En 1 meter opzij. Nou ja, oké. Even opschieten alsjeblieft. Ik ken nu wel de route, dus dat is wel mooi. Omdat ik nu wel de route ken. Zo goed als. Kan ik dit nu wel makkelijk lopen. Nou, schiet even op. 3. 2. 1. Go. Oké. Dit gaan we doen. Waar is het spannende muziek gebleven? Het was net echt hele leuke, spannende muziek en nu... Nee, het is niet spannend meer. Het is niet spannend meer. Het is natuurlijk wel heel spannend, want het is een race. Oeh, omhoog. Snijden we nou af of maken we tijd? Dat is alle twee... niet wat ik bedoel. Snijden we af of verliezen we tijd? Dat bedoel ik. Niet maken we tijd. Dat is dezelfde. Afsnijden, tijd maken. Oké, nou, het is niet precies dezelfde, maar het komt op hetzelfde neer dat je meer tijd hebt. En daar gaat het mij even om. Oké, waar is het? Dank je. Dank je wel. Kijk, dat was echt aardig. Dit is niet aardig als jullie me nu eraf schieten. Waar is het spannende muziek gebleven? We zitten op een halve minuut nog. Geen spannende muziek. Nee. Dat is te duur. Dat doen we niet aan. Spannende muziek is veel te duur. Dat doen we niet aan. Het is crisis. Ook in deze tijd waarschijnlijk. Ja, ook in 1500 was het crisis. Altijd crisis. Oké, nou. Oké, en gewonnen. En nu eventjes hier wegwijzen. Ja, en nu weer. Dag. Hoppakee. Wat een domme gozer. Zie je me naar beneden springen? Hé, hey, waar is hij nou gebleven? Hij landt in een hooibaal. Hé, hey, waar is hij nou gebleven? Het IQ van een gemiddelde goudvis is nog beter dan die van hem. Nou, in ieder geval kunnen we nog een missie doen. Nope. We zitten alweer bijna op de tijd. Dus kijk, ik ga tegen jullie zeggen dan. Kijk zo even een duimpje omhoog. Help je maar mee. Help het kanaal mee. Abonneer als je nog niet is geabonneerd. Jongens, sorry als ik een beetje weinig enthousiast was of een beetje weinig oplette. Het is een beetje in de ochtend en... Ja. 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 In ieder geval.
Kijk eens, er valt veel nog maar één te zeggen en dat is... Doei!